Dan wil ik eigenlijk even door naar het volgende onderdeel. En dan gaan we even kijken naar de rechterhand. Want wat kan je ook alweer allemaal in de rechterhand doen? Nou, daar staat nog een window open van TextEdit. Nou, die hebben we eigenlijk niet nodig. Hier zie je nog even alle open akkoorden. Ik heb ze net dus opgenoemd. Je hebt de A, je hebt de A mineur, je hebt de C, de D mineur, de E, de E mineur, de F en de G. Zoals we ze net hebben behandeld. Zo, die is ook aan de kant. En dan gaan we even kijken naar de rechterhand. Want wat kan je ook allemaal in de rechterhand doen? Strumming patterns. Of je kan tokkelen. Kan allebei. Ligt eraan waar het nummer om vraagt. Van Anouk zou je bijvoorbeeld echt met je vingers moeten tokkelen, maar andere nummers zou je weer echt net een plekje moeten spelen. En ik wil even beginnen met kijken naar de twee simpele strumming patterns die we tot nu toe hebben behandeld, die je heel goed kan gebruiken met die open akkoorden. En dat zijn down, 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 up, down, up, down, down, up, down, up, down, 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 up. Dat is eigenlijk een van de eerste strumming patterns die ik altijd leer aan mensen. En wat je dan kan doen is als je dat onder de knie hebt met je linkerhand gewoon even plat op de snaren. Dan kan je dat dus met die open akkoorden gaan doen. Nou, en je hebt het lijstje net gezien. Het zijn er een aantal. Dus dan kan je of voor de creatieve optie gaan even kijken welke akkoorden jij mooi bij elkaar vindt passen en er zelf even een volgorde van maken. Of je kan gewoon kijken naar een paar liedjes die we al hebben gedaan of die je nu opzoekt en kijken wat voor akkoorden daarin zitten. Wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld, nou, laten we even A mineur en C en G doen. Dat zijn drie akkoorden die heel vaak bij elkaar voorkomen. Dat is heel mooi bij elkaar passen. Dan doe je de strumming pattern gewoon even twee keer per akkoord. Niet te haastig. Op die manier voor jezelf dus even de akkoordenkennis die je hebt te combineren met de kennis in de rechterhand van de strumming patterns die je hebt. Wat ik dus ook nog wil doen is nog een strumming pattern. En voel je ook echt vrij om dit zelf nog veel verder uit te breiden. Want ik geef nu eigenlijk alleen maar een paar kleine voorbeelden van dingen die makkelijk zijn waarmee je toch ook makkelijk snel liedjes weg kan spelen. Maar het is natuurlijk echt een eindeloos iets. Er zijn zoveel akkoorden, er zijn zoveel strumming patterns. Het is eindeloos. En zoek dus ook gewoon liedjes op die je leuk vindt. Kijk daar even naar. Probeer te luisteren naar wat hij doet. Je kan het ook altijd opzoeken. Probeer altijd eerst even te luisteren. Wat doet hij in zijn rechterhand ongeveer? Je kan het verschil aan een down en een upstroke goed horen. Aan dat als iemand vanaf bovenaf komt, je vooral de lage snaren hoort. Als iemand van onderaf komt, hoor je de nadruk op de hoge snaren. Je zou een beetje kunnen ontcijferen als je dit hoort. Het gaat natuurlijk nu best snel, dus je zou het misschien even voor jezelf op moeten schrijven. Maar je kan daar uiteindelijk uit horen welke de down en de up zijn en op die manier er voor jezelf achter komen.
Je kan natuurlijk dit ook gewoon even opzoeken als je dat nog te moeilijk vindt, maar het is altijd goed om je muzikale gehoor een beetje te trainen. Goed, dus dat is even kort weer samengevat over de strumming patterns die we tot nu toe hebben gedaan. Laat me ook vooral weten van welke onderdelen jullie meer willen en van welke onderdelen er nog moeite is. Want dan weet ik dat en dan weet ik waar ik een beetje op in kan spelen.